Politiek kan soms pijn doen. Mijn gast van vandaag zit al sinds 1982 in de politiek en ze kreeg in december 2011 bekendheid door uit de fractie van Beter voor Door te stappen, mevrouw Bitse Elias. Goedemiddag moet ik zeggen. Goedemiddag. Kunt u zich nog het moment herinneren dat u politieke ambities kreeg? Ja, dat was eigenlijk al toen we in Apeldoorn woonden. Toen ben ik lid geworden van de VVD en heb ik in het bestuur van de VVD gezeten in Apeldoorn. En daar deden wij de propagandacommissie. Ik zou nooit gedacht hebben dat u een VVD'er zou zijn. Ik dacht toen links. Ja. Ja, ik kom uit een liberaal nest inderdaad. En, dus ik heb liberale gedachten, maar ik ben inmiddels wel wat veranderd en opgeschoven. Ja, dat mag, kunt u wel zeggen als u van de VVD naar Beter voor Door gaat. Maar daar straks misschien meer over. Ja. 1982 begon u in Dordrecht als raadslid voor de VVD. Nee, in 1994. 1994? Nee. In 1982 zijn we hier komen wonen. En aangezien ik dus al actief was in Apeldoorn, ben ik direct hier lid geworden van de VVD en van de vrouwen in de VVD. En ik ben daar met open armen ontvangen, want ze wisten al dat ik vanuit Apeldoorn kwam. En ik ben direct mee gaan draaien en al heel snel in het bestuur van de vrouw in de VVD gekomen daar. Ja, en dat was niet uw enige functie. U heeft nog iets voor het Hof gedaan, heb ik begrepen. Ja, precies. Maar dat was veel later. Dat was veel later. Nou, laten we dan even pas de plaats maken hier. Ja. Laten we even in de politiek blijven. Dus 1994. Toen ben ik in de raad gekomen. Ja, precies. Ja. En van de 800 raadsbesluiten in die 4 jaar tussen 94 en 98. Ja. Hebt u er een aantal gesteund van Piet Sleking? Ja, ik heb drie maal afwijkend van mijn fractie gestemd. Ja, en dat was heel ongebruikelijk in die tijd. Ja, dat werd echt wel zo gezien. Ja. En toen, dat is mij dus niet in dank afgenomen. En toen ben ik dus in 1998 niet meer op de lijst gekomen. U bent afgeserveerd door de VVD. Door de leden. En u bent niet meer op die kandidatenlijst gekomen. Nee. Toen kwam u in aanraking met Betty Akkerman. Betty Akkerman. En dat kwam dus eigenlijk door een van die laatste punten. Dat was het Park Merwestein. De verkoop van het tuinmanshuisje. De gemeente wilde dat tuinmanshuisje verkopen. Ja, onder strenge voorwaarden. Dat de nieuwe eigenaar niet dit mocht en dat mocht. Maar dat vertrouwden de mensen natuurlijk niet. Er waren enorme actiegroepen. En ik heb toen ook in mijn fractie, het was het laatste stukje van mijn fractieperiode, heb ik gezegd, daar ga ik voor liggen. En toen hebben ze het uiteindelijk niet eens in stemming gebracht. Het is niet doorgegaan toen. Nee. En toen, maar Betty was ook lid van de VVD en die heeft het allemaal zo gezien. En die heeft mij toen geholpen, gesteund toen ik uit de VVD-fractie was. En in die tijd heeft zij ook de stichting Park Merwestein opgericht. Dat klopt. En daar ben ik toen ook direct heel veel bij betrokken geweest. En toen bent u via Betty Akkerman bent u in contact gekomen met Piet Sleking. U bent trouwens in 1994 overigens gelijke tijd begonnen met Piet Sleking. Dat wil ik er even zeggen. Ja. U zit nu op de plek waar hij zijn carrière begon. Ja, precies. Met dank aan Piet zou ik dan zeggen. En 98. U staat niet op de kandidatenlijst. Nee. U komt in aanraking via Betty Akkerman met Piet Sleking. En die vraagt u op een gegeven ogenblik om kandidaat te worden in 2006 voor Beter voor Dordt. Ze hadden dus Eco Dordt. Dat is dus een splitsing geweest in 2004. En in 2005 heeft u toen gevraagd en toen ben ik mee gaan praten met hun. Ze waren toen nog maar met z'n drieën en hadden een hele grote groep al om zich heen verzameld waar ik bij hoorde. En toen hebben wij samen de verkiezingen voorbereid voor 2006. En ik stond op nummer 7 en we hebben 6 zetels gehaald, wat natuurlijk toch al fantastisch was. Ja. En toen ben ik dus 4 jaar lang burgerraadslid geweest.
Maar moet u mij toch eens vertellen, van de VVD naar Beter voor Dordt? Ja, dat is heel... Beter voor Dordt heeft mensen... Is dat voor mensen? Nee, er zijn er heel veel. Er zijn er meer die van de VVD komen. Er zijn er die van GroenLinks komen. Van overal vandaan zitten ze in Beter voor Dordt. Zegt u nou in feite, Beter voor Dordt is een soort vergaarbak van allerlei politieke stromen? Nou, Beter voor Dordt... een vergaarbak. Nee, maar het zijn wel mensen die hart hebben voor de stad. En dan maakt het niet uit. Het zijn dus ook onderwerpen die niet zozeer links of rechts zijn. Maar gewoon onderwerpen van de stad. Dus het belang van de stad staat voorop. Het belang van de stad en van de burger. Dat heb ik altijd zo gezien. En dat heb ik ook Pieter ook altijd horen uitdragen. Dat hij er was voor de burgers. En dan komt de grote overwinning in 2010. In 2010, ja. Gemeenteraadsverkiezingen. Ja. 15 zetels. 15 een hell of a job, zou ik zeggen. Ja, een hell of a job. Dat is het ook. Kijk, dat is nog nooit vertoond. Ik zeg nog steeds zijn, want je ziet, ik heb nog steeds de gedachten ook van Beter voor Dordt. De grootste lokale partij van Nederland. Hè? Ja. En 15 zetels, dat is bijna de meerderheid. Dus je kan een heleboel bereiken. Maar, nou ja... Dat is dus wat mij betreft, wat met mijn belangstelling, is tot nu toe is dat niet bewaarheid, is dat niet tot uiting gekomen. En ik voelde me niet vrij om echt de stad te dienen, de mensen als mijn achterban. Kunt u mij twee voorbeelden noemen dat u zegt, daar werd niet naar geluisterd binnen de fractie van Beter voor Dordt? Ja, dat is... Dat vind ik wel moeilijk om dat te zeggen. Maar bijvoorbeeld de pollers. De pollers, en dat is nu weer een heel item. Klopt. Ik heb altijd gezegd, Hans Berrevoet noemde mij het pollervrouwtje of het pollermeisje. Want ik heb altijd geroepen over de pollers. Maar dat werd me niet in dank afgenomen. Nee. Het was niet de juiste tijd, was niet dit, was niet dat. En nu dus er binnenkort een pollerdebat komt. Nu zegt Beter voor Dordt dus dat zij... destijds ook kritisch waren. En dat waren ze ook. Oké, maar dat is punt 1. Ja. Het pollendebat. Ja. Had u een afwijkende mening over? Nou, niet zozeer een afwijkende mening. Alleen, ik mocht het niet uitdragen, want het was niet de tijd. En het moest op een ander moment. Punt 2. En andere punt zaken. 2. Ja. Punt 2, dat is nog iets. Dat is wat ik graag wilde. Dat is muziek op basisscholen. Oftewel zingen op basisscholen. En dat vond ook geen gehoor binnen de fractie. Dat vond ze voorlopig geen gehoor. Al die tijd heb ik daar geen gehoor voor gekregen. Mevrouw Witsen-Eders, als ik heel eerlijk mag zijn, zijn dat nou onderwerpen om samen met mevrouw Kenshuizen, die ja, ook binnen de fractie die heeft zat, ook haar punten. Om ook te zeggen van, dan stappen we eruit. Hebt u er alles aan gedaan? Hebt u er alles aan gedaan om deze situatie te voorkomen, ja of nee? Ja, alles. Heb ik alles aan gedaan. Maar hebt u voldoende signalen afgegeven binnen de fractie? Hebt u feedback gegeven binnen de fractie? Voldoende. Is er niet naar u geluisterd dan? Nou, er is niet voldoende naar mij geluisterd. En het punt is, we hebben regelmatig waarschuwingen afgegeven. Maar die twee dametjes die dus niet zo... Twee dametjes niet zo voor het voetlicht kwamen, dachten ze, die gaan het niet doen. Ze waren dus verbijsterd dat we het gedaan hebben. Maar we hebben het wel een paar keer gezegd. Maar ze dachten niet dat we het zouden doen. Dat is het eigenlijk. Bent u inhoudelijk sterk of verbaal sterk? Hoe kom je daar nou opeens? Nou, omdat ik heb gehoord dat u binnen de fractie van Beter voor Dordt... U speelde altijd een beetje, zeg maar, de tweede viool. In de zin van, u hield zich op de achtergrond. U bemoeide zich niet zo actief met datgene wat daar werd besproken. Dus ja, daar heb ik dus een andere mening over. Nee, daarom vraag ik me, bent u nou verbaal sterk of bent u inhoudelijk sterk? Waar zou u voor kiezen? Eerder nog verbaal. Dus de inhoud? Ja, en de inhoud ook, maar de inhoud meer mijn punten. En misschien dat zij dus gedacht hebben van dat ik me meer met andere punten zou bemoeien. Maar... mijn punten kwamen niet aan de orde. Kijk, we hebben het net over gehad. Hè? U bent niet de eerste de beste. U hebt een politieke carrière achter de rug. Ja. U weet waar Abraham de Mosterd haalt op het politieke vlak. Ja. En toch gebeurt dit. Ja. En dat verbaast me dan zo erg. Vooral voor binnen een partij als Beter voor Dordt. Nou, het verbaast mij dus helemaal niet. Want het is gewoon heel moeilijk om 15 mensen goed uit de verf te laten komen. Dat is gewoon niet te doen. Maar dan moet het toch ergens misgegaan zijn? Ja, is ook misgegaan, maar daar ga ik verder niet... Dat heb je nou duidelijk gezegd. Nee, en dan zegt Kees Ties, de columnist van... Ja. U bent,
U hebt een openbare functie. U bent verplicht om verantwoording af te leggen. Kunt u zich in zijn kritiek herkennen? Ik heb verantwoording afgelegd en gezegd dat met name het dualisme... Het dualisme dat niet goed werd uitgevoerd. Dat is dus, en daardoor komt het ook allemaal. Dus zit de wethouder te dicht op de fractie? Absoluut. Dat zegt u in feite. En ik heb al echt iedere keer gezegd... we moeten ook eens een keer vergaderen zonder de wethouders. En dat is er nooit gebeurd. Nee. Dus dat is het gewoon. En met... Ja, prima. Maar bent u teleurgesteld? Ik was teleurgesteld. U was teleurgesteld. Bent u inmiddels niet meer? Inmiddels vind ik het... wist ik niet dat het zo... Ja, fantastisch is om gewoon met z'n tweeën gewoon te kunnen zeggen, het woord te mogen voeren en te kunnen zeggen wat je voelt vindt. Voelt u zich bevrijd? Dat maak ik een beetje uit uw woorden op. Er valt een last van mijn schouders, ja. Maar is dat allemaal zo dwingend dan binnen die partij? Als u zegt, van, ja, nu valt er een last van mijn schouders, mevrouw Witse-Elias, dat is toch al niet een uitspraak? Ja. Het is fantastisch. Laat ik het zo zeggen, een partij van 15 is altijd moeilijk. Dat is de vorige periode met de PvdA geweest. Daar is er ook toen... Kijkt eruit hoor. Meneer weggegaan. Ja. Die met voorkeurstemmen was gekozen. En dat is precies dezelfde reden. Dat hij dus met voorkeurstemmen was gekozen. En daarna niet genoeg uit de verf kwam. Hij is weggegaan. Hij heeft mij ook aangesproken en we begrijpen elkaar volkomen. Ik ben met voorkeurstemmen gekozen en dat komt er dus gewoon niet genoeg uit. Ja, maar hoeveel pijn deed het om weg te gaan bij Beter voor Dordt? Ik kreeg dus een lange weg, maar waarom heb je het altijd... Ik heb dan ook nog een hele andere geschiedenis, behalve het weggaan bij Beter voor Dordt. Het was heel moeilijk, het is echt heel moeilijk geweest, maar het is gewoon het beste geweest. Want ik kan natuurlijk nog wel 2 jaar doorgaan en dat is nou wat jij zegt, en mijn geld binnenkrijgen. Hè? Ik had gewoon kunnen blijven zitten en mijn geld binnenkrijgen en niks doen. En dan was ik gewoon aan het eind van de rit gezellig meegegaan. Maar dan zegt een andere columnist, Thijs Blom, die zegt van ja, want u gaat nu verder als WEK, hè? Ja. WEK, ja. Witse-Elias Kenzenhuis. Ja. Die zegt van nee, het is dom, D-O-M. Want u moet in feite die zetel teruggeven. Piet Sleking zegt tegen mij op de nieuwjaarsreceptie, ik vind het diefstal. Ja, maar dan moet je zeggen, dat kan misschien een fractievoorzitter zeggen. Dan had Dave dat moeten zeggen. Maar Piet Sleking, dat is nou het probleem, die is weggegaan bij Beter voor Dordt. Die is wethouder geworden. En die heeft dus in feite daar niks meer over te zeggen. Het is zijn partij niet meer. Hij is wel een wethouder namens Beter voor Dordt. Maar dat is het dualisme. Dus eigenlijk had je niet Piet moeten interviewen, maar Dave moeten interviewen. Want dat is de fractievoorzitter. Die had nog meer recht van spreken gehad dan Piet. Dan zegt u tegen mij van, nou ja, de pot verwijt ik heel dat hij zwart ziet. Want meneer Sleking is destijds uit Eco Dordt gestapt en heeft ook zijn zetel meegenomen. Ja, ook dat. En nou zegt hij tegen mij van, je bent een dief, want je neemt je zetel mee. Ja, dat is precies hetzelfde. Neemt u hem dat kwalijk? Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik neem hem niet kwalijk, want ik kan me voorstellen dat het voor hem pijn doet. Maar hij heeft gekozen om wethouder te worden. Dus dan, en dit zijn dingen die kunnen gebeuren. Hè? And if you can't stay and stand the heat, stay out of the kitchen. Dit zijn dingen die kunnen gebeuren. En politiek kan soms pijn doen. Maar als ik dan u beluister en u en mevrouw Kenzenhuis stappen uit de fractie... Dan heb ik altijd het idee van, nou waar er 2 zijn, er zijn er ook 3 of 4. Daar ga ik ook dus absoluut niet op in, want dat is maar allemaal een zaak. U weet het. Nee, ik weet echt niet en ik verwacht het ook niet. Niet dat daar nog meer gaat gebeuren. Mevrouw Witse-Elias, het is nu 2012. In 2014 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ja. U moet kiezen. Ja. Bent u in 2014 nog steeds een succesvolle politica of bent u dan alleen huiswerkbegeleidster? Huiswerkbegeleidster sowieso niet. Want u hebt een huiswerkinstituut. Ik heb een huiswerkinstituut sinds 11 jaar en ik ben ook al pensioengerechtigd, dus dat ga ik stoppen. En ik vertelde al dat ik dus 3 kleinkinderen heb waar ik heel veel tijd aan geef. En zoals ik je zei, ik weet dat niet, maar ik heb toen ik dus de verwacht vorige periode... Dat kan ik ook niet zeggen. Ik verwachtte het vroeger niet. Want ik heb mezelf op 15 laten zetten de vorige keer. Omdat ik ook niet van plan was in de raad te gaan. Maar omdat het zo fantastisch ging en ik met voorkeurstemmen ben gekozen, heb ik het gedaan. En juist omdat ik wat ouder ben, denk ik had 2 jaar zo kunnen zitten.
en mijn centen binnenkrijgen. Maar mevrouw Witse-Elers, misschien gaat u nu ook 2 jaar zo zitten met een tweemansfractie. Ja. Oh, we hebben het druk. We hebben het ontzettend druk. Maar ja. Wat voor invloed denkt u uit te oefenen? Nou, we hebben dus vorige week al het verschil gemaakt in de Drechtraad. Onze stem heeft het net wel of niet gedaan. We maken het verschil. Dus iedereen moet met ons in contact komen en dan kunnen we de ene keer... Dus als je uit een fractie stapt, dan ga je het verschil maken. Is het een aanmoediging voor anderen die zeggen van... joh, als je niet naar je zin hebt, stap uit die fractie, maak het verschil en blijf niet hangen. Nou, niet naar je zin maken, dat mag je zo niet zeggen. Niet naar je zin. Want je zit voor de politiek. Dat is het voor omdat je dienstbaar moet zijn aan de stad. Ja. Dat is het. En dan is het, als je niet naar je zin hebt, is niet voldoende. Maar als je denkt, ik kan zo niet dienstbaar zijn aan de stad, dan moet je gaan. Ja, dat zouden er meer kunnen zijn. Dat weet ik niet. Nee. Maar het is zo, dat staat ook in de wet, en dat is niet voor niks, dat je je zetel mee mag nemen. Dat is niet voor niks. Ja. Want anders zou het geen democratie zijn. Nee. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, tot slot van het gesprek, toen ik het las van uw uitstapje, zeg maar, uitbeten verdoord naar uw eigen partij, hè, WEC. Ja. Toen werd ik niet opgewekt van, laat ik het dan zo zeggen. Want het is ook een beetje een imagobeschadiging voor de politiek. Het vertrouwen wat die burger heeft in die politiek, die wordt weer opnieuw beschadigd. Ja, zo zie ik het niet. Want de burger ziet dus dat wij opkomen voor de burgers. En als wij dat niet kunnen doen binnen een partij, dan moet je het buiten de partij doen. Mevrouw Witse-Elias, ik ga u bedanken voor het gesprek. Ja. Ik blijf u volgen. Graag. En over 2 jaar hebben wij weer met elkaar een gesprek. Graag. En dan eens kijken hoe de stand van zaken is. Ja, en dan wil ik graag met u terugblikken op wat u met uw partij bereikt hebt. Wij gaan ons best doen. Ik verwacht niets anders. Zo. En tot zover deze aflevering van In Gesprek Met. Volgende week zijn we er weer en dan praat ik met Bert en Boer. En dan gaan we het hebben over echt contact. Tot volgende week.